eerste wat mij een beetje bezig heeft gehouden, maar ik denk ook vele andere burgers, is natuurlijk alles rondom het Stoelmeer, onze Afobakadam. En deed me deugd om gisteren te vernemen en te lezen in de kranten vrijdag en zaterdag dat via staatsoliemaatschappij de veiligheidszone rondom de dam en de hulpdammen gaat worden geformaliseerd. Niet verkeerd te begrijpen, die veiligheidszone is er altijd geweest, maar men heeft, geeft dus toch vergunningen af voor mensen om te gaan bouwen en om benzinestations of olieopslagtanks et cetera neer te zetten. En dat vind ik echt, weet je, het is een onbegrijpelijke situatie, maar goed. Misschien, maar wat houdt die veiligheidszone in? Dat je niet kan gaan graven en kan gaan bouwen en in de fundering kan komen in de buurt van een dam of van hulpdammen. Want dan kom je aan de infra. En die veiligheidszone was er hoor, maar het werd niet gehandhaafd. En hoe groot en waar is die veiligheidszone? Het zijn parameters die ze rondom de hulpdammen en het Stoelmeer neerzetten, coördinaten. En dat gaat met grondbeheer. Grondbeleid en bosbeheer, gaat dat nu samen met de directie van Staatsolie gaan ze dat nu echt formaliseren. En dan hoop ik dat het overal terechtkomt in onze digitale systemen. En het zijn niet digitale systemen, maar dat er geen uitgiftes plaats kunnen vinden en geen vergunningen kunnen worden afgegeven. En, maar goed, dit riedeltje is eigenlijk, met alles hebben we dit, hè, dat we denken dat we zaken kunnen omzeilen en we bouwen waar we willen en in rivierbeddingen, weet je, dat soort zaken. Het moet echt geformaliseerd worden ook, volgende punt, maar dat doe ik voor de volgende ronde, natuurlijk ook gewoon dorpen verkavelen of afgeven, gronduitgiftes, terwijl er mensen wonen, dorpsbewoners zijn. Ja. Dus we moeten het, het lijkt soms, ik las het en ik denk, weet je, zo Wild West, waarom zijn we zo ongeorganiseerd met z'n allen en denken dat we overal alles kunnen doen, terwijl er wel bekend was dat er een veiligheidszone was. Oké, dus dat was mijn punt. Dat deed me goed. Maar misschien wil Pennel erop ingaan? Nou, ik heb geluisterd, maar uit het verhaal. En dat is die oppervlakkigheid van Suriname onder. Je hebt dat gezegd, alle omstandigheden. Blijkt niet dat er inderdaad een veiligheidszone nu is ingesteld, afgebakend. Dat moet nog gebeuren. Want er komt een bericht in de krant dat er een veiligheidszone is. En dat zeggen ze, geen gronduitgifte, geen concessie, geen biodiversiteiten. En ik lees tegelijkertijd dat er een pompstation dichtbij de, dat ding. En buitendien, er wordt gezegd dat de overheid, althans onderdelen van de regering met staatsolie. Nou, wie moet dat besluit nemen? Als er regeringsbesluiten worden genomen bij wet, bij staatsbesluiten, bij beschikking. Ik lees niets over een officieel document waarin dat ding is vastgelegd. Dus kortom. Wat is vastgelegd? De veiligheidszone en die verbodsbepalingen. Hoe moet dat vastgelegd worden? In een beschikking toch, als het de minister gaat, dat moet vast worden gesteld. Want overtreden daarvan, daarom moet er een sanctie zijn. Anders praten we, en dat doen we met zoveel dingen. Mm-hmm. Later zullen we zien hoe het gaat met andere dingen. Dus er moet een concreet. En er moet een concreet besluit komen. En dat besluit is er nog niet. Dat gaan ze dus nu doen. Dat gaan ze nu doen, maar ze doen alsof het al gedaan is. Nee. Het hebben wel het artikel dat ik heb vernomen, heb gelezen. Het moet nog gebeuren. Zijn belast hiermee, dus het gaat nu gebeuren. Maar ik begreep dat je had gezegd dat die veiligheidszone. Het was er natuurlijk al vanuit staatsolie, maar kennelijk nog niet in een heel vorm. En het werd niet dan gehandhaafd. Maar was het er al voor toen die stuwdam onder beheer van Alcoa was, Chiralco was? Nou, dus de hele issue is niet alleen maar een veiligheidszone. Of het nou beheerd werd door staatsolie. Vergeet niet, toen Chiralco daar het bewind voerde, hadden ze zo hun eigen methodes om zaken te controleren. Kijk, ik heb de additionele opmerking gemaakt. Ik ben het helemaal eens dat het gedaan moet worden. Maar u begrijpt. Het opent natuurlijk automatisch de deur, maar ik ben natuurlijk geen jurist. En ik vraag me dus af, misschien kunt u daar een opmerking over maken. Het opent ook meteen de deur van wie mag er op het meer activiteiten uitvoeren,
Omdat het te maken heeft met de veiligheid van de mensen daar, kwaliteit van het water, de biodiversiteit. Nu heb je het over het Stuwmeer. Over het Stuwmeer, toch? Er zijn nog steeds scallions daar. Is dat, want als je die deur opent, dan heb je automatisch het vervolg, toch? Hey, maar je mag daar niet op, want het is... En dan weet jij dat als jurist, Arman, wie het beheer heeft over het Stuwmeer? Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik kan het wel destilleren uit al die berichten die de districtcommissaris als de eerste verantwoordelijke, als ik het zo regionaal bekijk. Maar als je hoort wat er gebeurt, want ik heb een commissaris horen zeggen toen er over Scallion wordt gesproken, dat hij niet weet wie ze heeft. Ja, maar weet je, ik denk zelf dat het beheer van zo'n Stuwmeer, waar het water wordt zeg maar, opgevangen, er wordt energie uit zeg maar, geproduceerd, alle veiligheidszaken rond zeg maar, zo'n Stuwmeer, is eigenlijk onder de, ja, zeg maar, de verantwoordelijkheid van degene die dat moet beheren. En dat is in mijn ogen in de tijd Suralco geweest en nu is het staatsolie. Dus met andere woorden, ook dat wat op het water gebeurt, toch, is iets van, als ze ermee bezig zijn, ik zeg, neem het ook in een keer mee, toch? En uiteraard, wie ook in het meer wat mag loodsen. Want ik hoorde toevallig iets over cyanide en zo, weet je. Mm-hmm. Cyanide, de internationale goudmaatschappij die hier opereert, die hebben, gebruiken cyanide. Maar ze worden dus eigenlijk op een veilige manier, zeg maar, gemanaged. Ja, er zijn bassins waar het allemaal, weet je, geneutraliseerd wordt, alvorens er wat mee gedaan kan worden, loodsing of wat anders. Dus het kan niet zomaar in een Stuwmeer worden geloodst. Dus al die dingen, nou, nogmaals, als ze ermee bezig zijn, doe dat allemaal in één keer, toch? Wat je erin mag doen, op het meer mag doen, en wat je erin mag loodsen of niet mag loodsen. Neem het in één keer mee, lijkt mij.